Het schip van Ali B lijkt nu definitief te kapseizen binnen de muziekwereld. Na zijn veroordeling door de rechtbank is de eens zo populaire rapper nu ook persona non grata op Radio 538. Volgens Evert Zantengoets is Ali's muziek compleet verwijderd uit de prestigieuze top 1000-lijst, een teken dat zijn val uit de gratie compleet is. In de duizend nummers, die worden onthuld in aanloop naar de Grand Prix van Zandvoort, staat niet één nummer van Ali B, licht toe in zijn podcast Strik privé. De keuze van 538 om Ali B volledig van de zender te weren, is een direct gevolg van zijn recente veroordeling. Zantegoeds benadrukt het verschil in behandeling tussen Ali en andere controversiële artiesten. Marco Borsato, die niet veroordeeld is, wordt nog wel gedraaid al is het minder. Maar Ali B., die is resoluut op de zwarte lijst van de zender geplaatst. Deze nieuwe ontwikkeling is een zoveelste klap voor Ali B., die nog maar kort geleden door de rechtbank van Haarlem werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens verkrachting en poging tot verkrachting. Het vonnis betreft een incident uit 2018 met Naomi in Heilo en een poging in 2014 met Ellen ten Damme. Ondanks zijn stellige ontkenningen en de aankondiging van hoger beroep door zijn advocaat Bart Zwier, lijkt de publieke opinie en de muziekindustrie zich definitief tegen hem gekeerd te hebben. Ali's advocaat blijft echter strijdlustig. Ali is overtuigd van zijn onschuld en heeft alle vertrouwen in een betere uitkomst in hoger beroep. Desondanks is de kans groot dat de eens zo stralende ster van Ali B voorgoed is gedoofd in de Nederlandse muziekhemel.